We zijn bijna door onze tijd heen, dames en heren. American Express. Het is een Amerikaanse komische thriller uit 1976 van Archer Heller. En Gene Wilder speelt daarin de rol van een kalle man die aan boord van de expresstrein de Silver Streak verwikkeld wordt in een moordzaak. Aan zijn zijde Jill Clayburgh. Daarna, om 22:50, praat Ludo Beckers aan In Pure Cultuur over fotografen. Het is het laatste van de 12 gesprekken. En vandaag heeft hij een gesprek met Pierre Cordier, Belgische fotograaf. Tweede journaal besluit de televisieavond omstreeks 22:50.